Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Koen en dit is KVS Cycling. Je kent mij al van de geschreven routebeoordelingen en vanaf vandaag wil ik ook proberen her en der wat te filmen. En vandaag ben ik in Ruinen. Ik heb de auto geparkeerd op de parkeerplaats die ik onder in de beschrijving zet en die je ook terugvindt in mijn geschreven beoordeling. Nou, laten we gaan fietsen. Veel plezier! Nou, we zijn net weg van de parkeerplaats. Een paar honderd meter klinkerpad. En dan gaan we daar het bos al in voor de route. En je volgt voor Ruinen de rode driehoekjes met de twee rode rondjes. Nou, gelijk al lekker slinger op de route. Nou, begint alweer goed. Verder nog wat informatie over de route van Ruinen. Hoogtemeters zul je niet zo snel vinden. Het is hier in Drenthe goed vlak. En de route is ongeveer 20 kilometer lang. Op de route kom je over meerdere wandelpaden. Of die kruis je, of ruiterpaden, fietspaden. Dus het is wel een kwestie van goed opletten. Het is wel een hele mooie route tot nu toe. Lekker slingeren. Smalle single tracks. En lekker sturen. Er zitten echt stukken bij waar je denkt, hier kan je even hard. Kijk, wat mooie wegdraaiende bochtjes. En de omgeving is ook gewoon prachtig. Hier moeten we een 60 kilometer weg over. Hij is goed veilig, dus. Maar doe even rustig aan. Dan krijg je een stukje fietspad. Dan kan je even op adem komen van die lekkere stukje singletrack. Ik merk vooral aan mezelf dat ik altijd veel te hard ga, zoals je ook wel hoort aan mijn ademhaling. Lekker smal af en toe. Wortels. Nou, zoals je kon zien, kan ik op warme dagen ook nog een ijskou halen. En
vanaf de IJskom aan is de route ook weer erg leuk. Met dit soort korte draaien. Een beetje omhoog en omlaag. Dat maakt de route wel net even wat leuker. Nou, we zijn van de brede paden af. Twee keer het spoor overgestoken. Als je pech hebt, komt er een trein aan. En dan zijn we nu het laatste stukje single track van deze route. Die loopt helemaal tot aan de parkeerplaats. Lekker draaien en keren weer. Een klein beetje hoogteverschil. Zo weer leuk. Goeie flow erin. Nou, laatste meters. Daar is de parkeerplaats. Dat was hem dan, de route van Ruinen. Hele leuke route om te rijden, goed bereikbaar met de auto. Dus qua bereikbaarheid zeker een 4 op mijn beoordeling. En qua route, nou, zeker wel een aanrader, dus ik zou zeggen toch wel een 4 ook. En qua technische moeilijkheidsgraad, ik denk dat die heel leuk is voor de beginners. Omdat je gewoon kan leren, nou ja, korte bochtjes, lekker wegdraaien, lekker snelheid houden. Ik zou hem zeker aanraden. En ja, deze moet je eigenlijk gewoon gaan fietsen. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.